Wij gaan Violetta 3 opnemen. Zin om mee te kijken? Actie! Van de repetities tot het filmen van de scènes. Ontdek wat er allemaal gebeurt tijdens het filmen van de afleveringen. Hey, je kijkt naar de repetitie van de choreo van Engira. Hallo allemaal, ik ben Sergio Mecha, de choreograaf van Violetta. Sergio, de choreograaf is geniaal en we hebben inmiddels al heel veel met hem gewerkt. Voor we gaan repeteren doen we altijd wat oefeningen om onze spieren een beetje los te maken en op te warmen. En nu beginnen we met de repetitie van de choreografie van Engira. In positie, hier gaan we. En 1, 2, 3 en 4 en 5 en 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 en 5 en 6 en 7, klap 8. De choreografie van Engira moet echt staan. Vooral omdat het de eerste clip van het seizoen is en nou ja, die moet heel veel kracht uitstralen. De repetities zijn geweldig, iedereen vindt het echt te gek. In die choreografie zie je verschillende stijlen, zoals hip-hop, waarbij je echt heel je lijf gebruikt, en jazz en freestyle. En Sergio heeft echt waanzinnig goede ideeën. 1, 2, 3, 4. Iedere choreografie van Sergio is spectaculair, origineel, met veel energie. We gaan er helemaal voor, het wordt geweldig. Hallo jongens. Hier in deze ruimte repeteren we alle choreografieën en alle nummers uit Violetta. En nu ga ik me super snel omkleden, want vandaag doen we de generalen van Engira. Ciao! Kijk Sergio, de camera staat aan. Oh, deze man is echt veel eisend. We hebben nog maar weinig tijd en we moeten nog flink aan de bak, want morgen zijn de opnames. Dus, De laatste dag, ja. Doei! Oké, let op allemaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 en 4. Zo ja. Nog een keer, jongens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo is Sergio. Hij laat ons alles altijd 1000 keer opnieuw doen. Oh, trouwens, ik moet weer. Ik vind het super dat we requisieten gebruiken. Zoals koffertjes, bagagekarren. Het zijn behoorlijk lastige bewegingen met die koffertjes en iedereen moet precies gelijk zijn. Ik zal eerlijk zijn, ik ben geen danser, maar dankzij Sergio leer ik op dit moment echt superveel. Echt hoor, ik ben een zanger, maar moet je even dit zien. Kijk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hup. Dit nummer was heel gaaf om te repeteren. En de videoclip wordt volgens mij echt waanzinnig goed. Dus hey, mis deze clip niet, want hij wordt echt ongelooflijk.